en goedemorgen. Ik ga vandaag naar Rondé in Krimpen aan de IJssel. Daar is het Krimpenfestival en daar ga ik heen. En er speelt Rondé en daar ga ik samen mee heen met Evina. Dus dat was echt super gezellig. Ik ga eerst ook nog eventjes naar Utrecht met Eline afspreken. Want ik ben afgelopen donderdag jarig geweest. Dus we gaan even een taartje eten in Utrecht. En je hoort op de achtergrond als het goed is John Mayer met Continuum. Ik heb het album opstaan en op dit moment speelt ik Gravity af. Want ik heb namelijk een plaatsspeler gekregen voor ook voor mijn verjaardag. En dan kan ik die plaat mooi afspelen. En wat ook echt super leuk is, is dat ik donderdagochtend op de radio werd genoemd. Dus ik laat er even een fragmentje van horen. En het is de verjaardag van Marit vandaag. En Marit Bosman is, voor zover ik dat van mezelf mag zeggen, is dat mijn grootste fan. Ja, dat denk ik ook. Ik heb er twee, mijn moeder en Marit. En Marit is geen familie, dus dit is echt letterlijk mijn grootste fan die ik heb. En Marit die wordt vandaag 18 jaar. Oeh, zo nog een bijzondere leeftijd. Ze mag een lekker pilsje opentrekken zometeen. En dat was echt super lief. Was echt, ik vind het echt nog steeds echt hartstikke leuk. En ik heb ook een aantal video's gekregen van onder andere Michiel, Domien, Eva, Tanas en Chitse. Dus dat vind ik ook echt heel erg leuk. Ik heb echt een tof verjaardag gehad. En ik ga dus nog een taartje eten met Eline in Utrecht. Het is nu iets voor 9:30. Dus het is tijd om te fietsen naar de bushalte. Ik ben bij de bus altijd aangekomen en ik merk nu dat hij vertraging heeft. Ik hoop dat ik alles nog red, maar ja, ik kom pas over 7 minuten en zou over 2 minuten moeten komen. In Krimpen aan de IJssel. Ik ben hier met Davina. Hoi Davina. En ik ben dus net in Utrecht geweest, maar heb ik zelf niet gevlogd. En nu zijn we dus hier in Krimpen aan de IJssel. Alleen het was een beetje gedoe waar we moesten zijn. Gewoon een beetje in de stress. Want we gingen naar het adres waar we heen moesten. Alleen er stonden allemaal auto's en er was gewoon helemaal niks. Dus we lopen nu ergens heen. We denken dat we goed lopen nu. We hebben even het adres gevraagd. We denken dat we goed lopen, maar dat weten we dus niet zeker. Dus we gaan nu weer onze weg volgen. Ja, ik hoop het ook. Het is een beetje vaag allemaal. Dus we hebben echt net zoals Lierop. We hebben echt 4 adressen gekregen waar we heen moeten, denk ik. Heel vaag. Ja, echt heel vaag. Geen goede organisatie. Zeker niet, nee. We zijn aangekomen. Oh, we hebben snoep. We hebben deze lekkere dingen. Maar we zijn aangekomen op het festivalterrein. En het is volgens mij echt zo'n dorpsfeestje, want er zijn nu allemaal vrouwenkoren aan het zingen. Dus maar we moeten hier echt vet lang wachten, maar het loopt nu al uit. Dus ik hoop nog wel dat ze nog wel lang kunnen spelen. Oké, we staan nu weer op dat terrein en de vrouwenkoren zijn gestopt en al die andere koren en we wachten nu op Rondé, want ze zijn nu aan het opbouwen. Maar we moesten echt vet veel moeite doen om vooraan te komen. Ja, echt heel veel moeite. Echt en nog nooit zoveel moeite gedaan. Ja, het is echt heel leeg. Kijk maar zoals je achter me zit. Maar we hebben er wel zin in, toch? Zeker, altijd zin in Rondé. Maakt niet uit waar. Nee, echt. Maakt niet uit hoe laat. Nee, maakt niet uit of het 6 uur middags is of 6 uur, 6 uur avonds. 6 uur ochtends, hoor ik niet. 6 uur ochtends. Moeten we doen. Thank you.
checken. Terug van daar was het Krimper Presents Festival achter iets en we lopen nu weer terug naar de bushalte, want ik ben vandaag bij Davina slapen omdat ik anders niet redde, dus nu slaap ik lekker bij Davina, gezellig. We moeten ongeveer een uurtje reizen, anderhalf uur zoiets. 1 uur en 14 minuten. 1 uur en 14 minuten, oh dat valt wel mee. Als we de metro doen. Als het ons lukt. Het gaat ons vast wel lukken. En mijn voeten doen heel erg pijn, maar het was heel erg leuk en ja, moeten we dus weer terug reizen. We lopen op dit moment in Schavenzande. Het was heel leuk. Het was een hele leuke dag. Een hele drukke dag. We zijn hartstikke moe. En het is koud. Dus, maar ik sluit bij deze video af. Doe je duimpje omhoog. Laat een reactie achter. Duimpie. En dan zie ik jullie bij een volgende video weer. Doei! Doei.